Ik ben de L. En ik ben de G. Ik ben de B. Ik ben de letter T. Hallo allemaal, welkom terug bij Rivor Vlogs. Het woord van deze week is regenboogvlag. De regenboogvlag is het symbool voor de LHBT of in het Engels LGBT community. Angela gaat jullie drie dingen vertellen over LHBT. De vlag van de regenboog heeft alle kleuren. Het is een symbool voor de vele kleuren en verschillen in onze samenleving. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet, wat je geloof is en met wie je een relatie hebt. Je mag je eigen keuzes maken. Oktober is het Coming Out Day. Op deze dag is er veel aandacht voor LHBT. Wat betekenen die letters eigenlijk? Het betekent dat ik lesbisch ben, dus dat ik op vrouwen val. Dat staat voor mannen die op mannen vallen. En dat betekent voor mij dat ik op zowel mannen als op vrouwen val. Dat ik liever als jongen geboren had willen worden. En ja, helaas dat niet ben. Ik ben dus geboren als meisje. In sommige landen en in sommige culturen mag je nog niet open zijn over je seksuele geaardheid. Het is dan moeilijk om bijvoorbeeld te zeggen en te laten zien dat een man ook een relatie met een man kan hebben. Op Coming Out Day wordt aan alle mensen gevraagd dit te accepteren. Je mag zijn wie je bent. Je mag je eigen keuzes maken. Hierover heeft Gert van Otterlo samen met andere kunstenaars een expositie in Tiel, in de Waterstraat 25. We gaan er even kijken. Ik ben Gert van Otterlo. In 71. Dit schilderij heb ik gemaakt voor een vriendin van mij die in een moeilijke periode zat. Leef, ga je eigen leven leven. Laat je niet beïnvloeden door je verleden, maar maak je keuzes voor de toekomst. Dat is een hele mooie boodschap. Ik zag buiten de galerie ook een regenboogvlag. En waar staat die regenboogvlag voor? Voor iedereen mag meedoen. Alle kleuren tellen. Of je nou bruin, groen, oranje, blank, geel of wat ook bent. Iedereen mag zijn wie die is. Of je nou gay bent, hetero, homo, lesbisch, maakt niet uit. Je bent een mens. Ik ben een mens en ik heb een relatie met een man. Dat is het belangrijkste, het mens zijn. Het woord van volgende week kun je weer hier zien op het plaatje. En ik ben benieuwd of jij dit woord kent. Zo ja, schrijf het hieronder in de reacties. Leuk dat je weer keek naar Rivor Vlogs en vergeet niet op 11 oktober de regenboogvlag uit te hangen. Tot volgende week!